vandaag in de grote Rotterdammers. De mooiste vrouw. Mooiste vrouw van Rotterdam. Een briljant actrice. Een briljant actrice en een fenomenaal schrijfster. Vandaag in de groot en de grote Rotterdammers. De waarschijnlijk meest aimabele vrouw die ik ooit heb gekend. Vandaag besteden we aandacht aan Marian Mudder. Marian Mudder. Doe nou, dat houdt de ding maar weg, want dat is toch niks. God. Een vreemd begin, wat we net gemaakt hebben, maar eigenlijk had ik het nog erger gewild. Ik had gewild dat jij in een politiepak stond, maar jij wilde dat helemaal niet. Kan je eens vertellen waarom? Nou, omdat volgens mij wil jij een portret maken over mij en niet over mijn rol in Maantje. Oké, jij bent bang voor het Zwiebertje-effect. Nee, ik ben niet bang voor het Zwiebertje-effect, maar ik wil niet alleen maar geassocieerd worden met mijn rol in Baantje, omdat ik heel veel andere dingen heb gedaan en nog steeds doe. Maar toevallig ben ik daar het meest bekend van, omdat daar elke week 3 miljoen mensen naar keken. Eén met een nuchtere Rotterdamse van geboorte, en dat had ik nooit, dat had ik nooit gedacht. Het was dat ik je in de lijst bekende Rotterdammers tegenkwam, dat ik dacht, hé, maar die is interessant. Want waarom had je nooit gedacht dat ik een nuchtere Rotterdammer was? Nou, omdat je A, niet Rotterdams praat, of kun je wel Rotterdams? Ik kan wel Rotterdams praten natuurlijk. Nee, ik kan het niet heel goed. Nee. Maar ik heb natuurlijk enorm mijn best moeten doen. Glazen inschenken lukt ook niet helemaal. Dat kan ik ook niet. Ik heb wel in de horeca gewerkt, maar echt goed kan ik het natuurlijk ook niet. Nee, maar ik heb enorm mijn best moeten doen om mijn Rotterdamse tongval kwijt te raken. Oh ja? Toen ik begon met spelen had ik een briefje aan de binnenkant van de wc-deur. En daar stond op ABN. ABN praten. Ja. En ik heb ooit in een van de eerste toneelstukken die ik speelde, zat een vriend van mij in het publiek. En die zei na afloop, ik heb helemaal niet gehoord dat je uit Rotterdam komt. Behalve toen je zei, ik ben je broodrooster niet. En waar kwam je vandaan uit Rotterdam? Ik ben geboren in Overschie. Oh. In het oude Overschie of het nieuwe? Nou, het nieuwe gedeelte, zeg maar. Het betongedeelte. Wat na de oorlog is opgebouwd. Okay. Dus niet het echte oude dorp. Van Noord, van Noordwijkstraat en de... Nou, daar niet. Ik kwam van de Abtsweg. Oh, aan de andere kant. Echt de andere kant. De andere kant van de Rijksweg. Ja, is dat een leuke plek om op te groeien? Ja, dus als ik erop terugkijk, is het natuurlijk wel heel saai. Want er is niks. Ja? En er gebeurt niks. Het was ook wel leuk. Omdat waar ik goede herinneringen aan heb is, wij woonden vlakbij de Schie in de Hogewaardstraat. Dus dat was 2 straten van de Schie en dat was dan een beetje zoals dit, daar hou ik nog steeds van. Mm-hmm. Zo'n oever met van die stenen waar planten groeiden. En als er een boot over de Schie voer, dan riep ik golven. En dan gebeurde er iets van natuurgeweld, zeg maar. Ja. En daar scharrelde ik altijd. En in de jaren 70 zijn er enorme zandbergen gestort voor de aanleg van het Kleinpolderplein. Maar dat heeft jaren geduurd. Dus dat was aan het einde van de Schie.
En dat, ja, die bergen hebben daar jaren gelegen. Dus dat werd helemaal begroeid op een gegeven moment. Ik noemde dat de bergen. Ja. En dat was wel een speelparadijs. Daar speelde ik ook heel vaak alleen. Ik speelde sowieso graag en veel alleen. Oh. En dan ging ik, en dat was een strandje. Dat was wat je zo'n zandstrandje naar de Schie toe. En dat was wel een paradijsje, denk ik. Ja, ja, maar er speelde veel... Want ik woonde in een betonwijk, maar ja. voor mijn gevoel was het dat helemaal niet. Dat is ze. Hier speelde je altijd? Dat is ze, ja. Dat is mijn boom. Dat is jouw boom. En dit was... Kijk, daar verderop stond mijn school. Ja. Dus waar nu grasveld is, zeg maar. Ja. Daar stond mijn school. En dat bruggetje was er niet. Wat is dit voor water dan? Dit is de Schie. Schie? Ja. De Schie. Ja. Die zou ik hier helemaal niet verwachten. Die, ja, die, nou, die ligt het is echt waar. Richting industrieterrein. Ja, maar die loopt helemaal rond. Die gaat helemaal zo. Ah. Wat een leuk stukje dit. Ze hebben zelfs waterplanten erin en zo. Ja, nee, hier was ik elke dag. Ja. Altijd spelen aan de waterkant. Ja, ja. Heb je snel leren zwemmen? Nee, niet eens. Nou, dit is toch... Ja, maar zo mooi was het niet, hè, vroeger. Nee. Dit is allemaal nieuw. Vroeger was dat een soort industrieterrein. Dat zag er niet uit. Toch daar stond een fabriek, daar bij die pijp, die staat er nog steeds. Ja. Nee, dit was vroeger heel lelijk. Dit is allemaal van veel later. En toch, ik had het met Jules Deel erover, want die is ook uit Overschie. Dat het zo'n... Het ligt zo dicht bij de stad, maar het heb... Absoluut op sommige stukken een hele boerenuitstraling. Ja, ja. Terwijl het eigenlijk tot Rotterdam... Want ik heb ook niet het gevoel dat ik heel erg in de stad ben opgegroeid. Nee, dat kan ik me voorstellen. Ja. Heb je daar lang gewoond? Ik heb daar 20 jaar gewoond. Dat is lang. Ja, dat is best lang, ja. Ja. Toen ben ik er gillend weggegaan. Ja, de volgende vraag ken je al. Waar toen naartoe of waarom? Nee, waarom? Waarom gillen? Waarom gillen? Nou ja, ik woonde bij mijn ouders ik wilde dolgraag het huis uit. Ja. Dat hoef ik verder denk ik niemand uit te leggen waarom. Dat is gewoon... Oh, dus het had niks met gillend uit Rotterdam te maken? Nee, ik wilde niet uit... Ik ben in Rotterdam blijven wonen. Maar ik wilde heel graag, al vrij jong wilde ik heel graag op mezelf wonen. Mm-hmm. En dit was, toen ik klein was, braakliggend terrein. Dus dat was altijd zompig en zo. Dus dat noemde ik dan het oerwoud en het moeras. Ja. En er lagen stenen, dus dan kon je dan paadjes maken. En dan gingen we spelen in het moeras en in het oerwoud. Ik was een kind wat enorm in een fantasiewereld leefde. Dus ook thuis. Zodra ik op mijn kamer was, bevond ik mij in een hele andere wereld. En het was niet elke dag een andere fantasie. Ik had gewoon een gefantaseerd leven, had ik erbij. En in dat gefantaseerde leven was ik getrouwd. Ik woonde in een heel mooi huis, in een villa-wijk. Met een hele grote hoekbank. Ja. Ik had een geheime kamer waar niemand in mocht. Ja. En ik was getrouwd met... eerst met Paul McCartney. Dat is eigenlijk weer gekomen door mijn zus. Mijn zus is bijna 10 jaar ouder dan ik. En wij zaten op hetzelfde kamertje. Dus zij was een stuk verder dan ik. En ik had ook niks te vertellen in dat kamertje. Dus dat hele kamertje was helemaal volgeplakt met de Beatles. En toen was ik 4, denk ik. 4, ja. 5. Ja. Dus ja, ik deed sowieso alles wat mijn zus deed. En zij was verliefd op Paul McCartney, dus ik ook.
Maar dat bruggetje was er niet. Was natuurlijk heel fijn geweest. Want ik had daar een vriendinnetje wonen. Ja. Maar dan moest je altijd, weet je wel, gevoelsmatig woonden zij heel ver weg. Want je moest helemaal naar het einde daar of naar het einde daar. Ja. Heel vroeger was daar een pontje met zo'n blok, ja. Zo'n trekding. Ja. Dan moest je hem een dubbeltje geven en dan ging je naar de overkant. Ja. Dus als ik bij haar op bezoek ging, dat was een enorme reis natuurlijk. Ja. Ik denk dat ik een jaar of 3 was, echt heel klein. En mijn zus en mijn broer, die waren samen aan het spelen in die boom. Die hadden een soort vlonder gemaakt op de takken en die zaten daar. En die hadden van die hele grote klinkhamers, zaten in de stam. Dan kon je dus zo naar boven klimmen. En ik weet dat ik natuurlijk ook die boom in wilde, maar daar moest ik bij geholpen worden, want ik was te klein. En toen zeiden ze, als je een pleed gaat halen thuis, als je een kleedje, dan helpen wij je de boom in. Dus ik ben naar huis gelopen, kleed gehaald. En toen gaf ik dat kleed. En toen gingen ze me niet de boom in helpen. Toen was ik heel weer. Beetje kwaad. Ik kan me dat gevoel nog steeds herinneren. Oh, dat ja? Ik zo verontwaardigd was. Ja. Had die boom ook een naam? Of, ja, Prudence. Prudence, oh ja. Genoemd naar de Beatles. Naar ja, de dear Beatles. Prudence. Dear Prudence. Maar waar zaten die dan? Ja, die zaten hier. Would you come out to play? Of, heeft zich er helemaal omheen gegroeid. Dear Prudence. Oké. Okay. En dat was natuurlijk waarschijnlijk lager. With a brand new day. Ja. Zeg, en daar liep je dus hier vandaan kwaad naar huis. Ja. Zo. Nou, dat niet. Wacht maar. Wacht maar tot ik later groot ben. Ja, zo. Ja, ging dat dan? Nee, dat heb ik niet gezegd, maar dat is wel het gevoel natuurlijk. Ja, ja, ja. Thuis, op zaterdagavond, dan moest ik natuurlijk vroeg naar bed. Maar dat deed ik niet. Want dan keek ik door het sleutelgat, kon ik zo de woonkamer inkijken. En dan kon ik precies de televisie zien staan. Ja, ja. En op een gegeven moment had ik er ook een krukje bij gezet, weet je wel. Ja, ja. En dan zat ik zo een televisie te kijken. En dan waren we allemaal van die showprogramma's. Ja, ik danste en zong alles mee op de gang. Maar zodra er andere mensen bij waren, werd ik een heel braaf kind. Dus jouw vader en moeder, die hebben nooit eigenlijk je ambities, je jonge ambities gekend. Maar wat dachten zij dan dat je voor een meisje was? Dat netjes naar de middelbare school ging? Ja, dat denk ik, ja. Want ik durf het bijna niet te vertellen, want ik schaam me er een beetje voor. Maar ik heb ooit op de wandelclub gezeten. Met de mandolin? Nee, de wandelclub is gewoon, dat is bijna Hitlerjugend. Oké. Okay. Dus met een vlag en gewoon in een rijtje. Oké, okay, dat is niet Jo met de banjo. Dat is niet Jo met de banjo. Nee. Toen ze mij vroegen voor de wandelclub, dacht ik dat het Jo met de banjo was. Kijk. Ik dacht, we gaan lekker door het bos wandelen. Ja. Maar dat was helemaal niet zo. Dat was echt in een rijtje met een pakje aan, een uniformpje. Ja. En ik vond het verschrikkelijk. Ja. Dus ik heb later wel eens tegen mijn moeder gezegd van ja, maar ik vond dat verschrikkelijk. Ze zei ze, ja, maar daar hebben wij nooit wat van gemerkt, want je kwam altijd zingend thuis. Ik zei, ja, dat was omdat ik dat zingen zo leuk vond, maar. Die dingen, die vond ik er vroeger niet uit zijn. Nee, zingen. En nu? En nou zie ik dat de lelijkheid weer kunst is. Ja, ik vind ze nu ook hartstikke leuk. En vroeger dacht ik ook, jee, weet je, dan keek je toch een beetje op neer. Ja, 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 ja. Wij vonden onze eigen flat chiquer dan dit. Ja, ja. Maar nu zou ik er best willen. Nou, dat dan misschien zo ook zover wil ik weer niet gaan, maar ik vind het wel iets ademen, ja. Van laten we dat nou toch in godsnaam bewaren. Ja, ja. Maar ze zijn heel schattig. Het doet een beetje, in Oost-Duitsland ben ik veel geweest, dat je ook allemaal van die soorten huizen met de twee verdiepingen, maar dan woonden er ook twee gezinnen. Dan woonden er beneden mensen en dan woonden er boven mensen. Want wij hebben er wel eens over geklaagd, over ruimtegebrek en zo. Ja. Maar
afgelopen jaren heel veel gesprekken met mijn moeder gehad. Over haar jeugd. En natuurlijk over de oorlog. En nu ben ik gaan begrijpen dat mijn ouders heel erg getraumatiseerd zijn door de oorlog. Simpel. Hoe ben je dat gaan begrijpen? Door er zelf over na te denken. Het is niet zo dat mijn moeder zich dat nou zo verschrikkelijk realiseert. Maar mijn vader leeft niet meer, maar ik heb nog wel veel nagedacht over mijn vader. Over hoe mijn vader was en op wat voor manier hij worstelde met het leven. Daar begreep ik natuurlijk toen ik jong was helemaal geen ene snars van. Maar nu snap ik dat veel beter, omdat ik nu ouder en wijzer ben. En ik vind het dus heel interessant om daarover na te denken, om hem dan postuum alsnog beter te begrijpen. En dat heb ik met mijn moeder, kan ik dat gelukkig nog zo doen. Mm-hmm. En als ik kijk naar mijn vader, die heeft de depressie meegemaakt. Ik had een vrij oude vader. Dus die heeft honger gekend. Die gewoon diepe, diepe armoede met een vader die die met een schip meeging als zeeman en dan 2 maanden wegbleef. En terugkwam en al zijn geld had opgemaakt. En weet je, er was nauwelijks bijstand of wat dan ook. Dus dat was diepe, dikke armoede. En mijn moeder heeft het beter gehad, want die had een vader die wel altijd werk had. Maar dat was natuurlijk ook, weet je wel, heel zuinigjes. En daar kwam de oorlog overheen. En het is voor haar wel heel erg een belangrijk ding waar ze eigenlijk liever niet over praat. Ze wil nooit films over de oorlog zien. Het is daar een beetje stil komen te staan, lijkt wel. En het lijkt wel, en dit kan ik ook vertalen naar hoe mijn vader was, alsof ze daar gewoon heel bang geworden zijn. Waardoor ze niet meer zo heel goed hebben durven bewegen in het leven daarna. Dus het waren angstige mensen. En dit was er ook allemaal niet? Nee, mis. Dit was er allemaal niet. Want ik denk dat hier ongeveer mijn school stond. Hier, de Von Sonneveldstraat. Dus ja, ja. Dat was hier ongeveer. Maar het is toch voor die tijd en voor de stad, nou, behoorlijk wat ruimte waar je eitje kwijt. Ja, want er was een speelplaats naast. Ja. En die schie, weet je wel, ik liep bijna elke dag. Ik fietste bijna elke dag. Ik ging elke dag fietsen. Uh-huh. Dus altijd of helemaal die kant op, of helemaal die kant op. Want als je hier de schie afrijdt, dan kom je bij dat. Dan kom je bij de snelweg aan. Ja. Weet je wel? En daar waren toen ik 8 was, ja, waren daar die bergen. Ja, hadden ze de zand, het klein, zand gestort. Het klein polderplein was er nog niet. Nee? Nee. Want ze hebben ooit dat zand gestort. En toen ging het verhaal van, er gaat hier een snelweg komen. Ja. Dus ik had gezworen dat ik nooit over die snelweg zou gaan. Ja. En? Ja. Heb je het ingelost? Dat is ook een tunneltje onderdoor. Dus toen ik naar de middelbare school ging, moest ik elke dag dat tunneltje onderdoor. Maar ja, anders moest ik helemaal omrijden, ja, ja, weet je wel. Ja, dus ja. Nee, die gelofte heb ik heel snel laten vallen. En hebben er veel vriendjes? Nee, helemaal niet. De revue gepasseerd? Nee, want jongens vonden mij helemaal niet leuk. Geen fietsenhokverhalen? Totaal niet. De eerste jongen waar ik verliefd op was, dat was het hulpje van de melkboer. En die zat ook, bij ons op school. Ja. En toen ging ik mijn vriendin vragen van, wil jij met haar lopen? En toen zei die, wat met die rode lelijkerd? Nou, zo is mijn liefdesleven begonnen. Kan je de rest wel invullen. Oh, maar dat is erg fijn om te... Ja, dat is het ook. heb je daar nog last van gehad dan? Ja, heb ik heel erg last van gehad. En hoe kon de buitenwereld dat zien, dat je daar erg last van had?
Ja, ik werd heel verlegen. In de puberteit, echt bizar verlegen. Zo verschrikkelijk onzeker over hoe ik eruit zag. En dat heeft best lang geduurd. Ja? Ja. En je rode haar, is dat echt? Ja. Ja, dat was natuurlijk ook... Weet je, ik was ook natuurlijk een bron van scheld. Nu is dat misschien anders, maar toen ik jong was, was rood haar niet echt heel leuk om te hebben. Nee. Ik had sproeten, ik had een fietsrekje. Oké, een Rob ten IJs gebiedje. Rob ten IJs gebiedje? Ja. En ik was dun. Ik was hartstikke dun. Mm-hmm. Dus ik had knokige knietjes en... Ja. Nee, ik voelde me niet echt een homecoming queen, zal ik ze maar zeggen. Het klinkt heel stom in deze wereld. Ik wist niet eens van het bestaan van een toneelschool. Ja. Laat staan dat ik wist van de Kleinkunstacademie. Ja. Ik was, denk ik, 23, toen zag ik een documentaire op televisie over de kleinkunst. En mijn toenmalige vriend die vond mij toen 's avonds op de bank, huilend, met een pakje sigaretten en een fles sherry. Dat had ik ook gewild. Ja. Dus je moet iemand tegenkomen die het bij jou herkent. Nou, mijn ouders hebben het nooit gezien of herkend. En die waren er ook bang voor. Want ik heb toen ik jong was gezegd, ik wil actrice worden. Nou, dat was meteen, en dat gebeurt niet. Kon ik geen droogbrood mee verdienen en was geen denken aan. En toen ik al eenmaal speelde, toen ik al een paar jaar aan het spelen was, heeft mijn vader nog wel eens gezegd van, toen speelde ik volgens mij al in het medisch centrum en zo, dat hij tegen me zei, weet je nou al wat je echt wil? Dat is niet heel bemoedigend, hoor. Nee, het is echt een stimulans om... Hierachter is de Hoflaan. Daar staan prachtige huizen. Daar heb je twee witte huizen, die heten Tristan en Isolde. Nou, dat is helemaal is dat art deco. Shakespeare is dat? Tristan en Isolde, ja. Shakespeare heeft er ook iets over geschreven. Hé, hey, deze parkeerautomaat wordt verwijderd. Oh jee. Goh, eindelijk een goed bericht. Laten we het hebben over Kralingen. Kralingen, waar wij zijn. Ja, wij zijn nu in Kralingen. Het mooie Kralingen. Ja, maar waarom heb je daar zoveel mooie herinneringen aan? Nou, ik heb hier een aantal jaren gewoond. En, dat was waar? In de Waterloostraat. In de Waterloo. In de Waterloostraat. Ja. Dus vlakbij de Avenue Concordia. Ja. En nou, dat was een leuke periode. En ik hou van Kralingen en ik hou van het Kralingse bos. Maar waarom hou je van Kralingen? Ik vind het een mooie wijk. Ik hou ook van Kralingen omdat ik er een goede tijd heb gehad. Dat was mijn eerste eigen huis wat ik had. Mijn eerste eigen huisje. Dus dat is natuurlijk ook al een dingetje. Ja, het was gewoon een hele leuke tijd. Toen ik begon met spelen woonde ik hier. Ja. Dus in die zin is het wel een belangrijke periode geweest. Ja. Toen ik hier kwam wonen, was daar nog geen sprake van. En dat is hier gebeurd. Dus hier is de actrice geboren, zeg maar. En het was natuurlijk ook de tijd van heel veel uitgaan in Rotterdam. Rotterdam uitgaan? Rotterdam uitgaan. Je kan je vertellen, in Rotterdam kan je veel beter uitgaan dan Amsterdam, hoor. Ja, kijk. Hier heb vroeger de André van Duin BV gezeten. Oh, ja. Ja. Het management van André van Duin. En dat zou best eens de bank nog kunnen wezen. Die heb je nog niet opgehaald dan.